Oké. Like deze video voor extra geluk tijdens kerst. En negeer voor een spin in je bed. Mijn naam is DutchTuber en vandaag ga ik geheime camera's ophangen in mijn kamer bij de kerstboom om te checken of ik de kerstman op camera kan krijgen. Er zijn een hoop mensen die beweren dat ze de kerstman hebben gezien, dat ze de kerstman hebben gefilmd, maar ik wil het meemaken met eigen ogen. Het is niet makkelijk om de kerstman op te roepen. Ik heb het internet goed nagekeken. Ik heb een aantal andere video's gecheckt van mensen die het hebben geprobeerd. Bij sommigen zou het zijn gelukt, bij anderen weer niet. Maar je hebt er een aantal dingen voor nodig. Die dingen die heb ik achter de kerstboom liggen. Ik ga die er nu bij pakken. Ik ga ze voorbereiden en over een paar uurtjes ga ik pitten. Want dat is namelijk heel belangrijk. Ik dacht altijd van, weet je, dan blijf je toch gewoon wakker. Dan verstop je je ergens in de kamer of zo. Dan check je gewoon of je hem kunt zien. Zo werkt het niet. Je moeder slapen. De kerstman is een slimme man. Is misschien wel oud en grijs, maar hij is slim. Maar dat is dus een must. Dus ik ga zo meteen pitten. Maar eerst de voorbereiding. Nu denk je misschien, Job, oké, je hebt de camera, daar film je nu mee. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je de kerstman er goed op krijgt? Dat ga ik hiermee doen. Ik heb hier een camera. Dan heb ik hier nog een camera. En last but not least heb ik hier nog een GoPro. Deze drie ga ik zo meteen installeren door heel de kamer heen. En dan hoop ik op die manier de kerstman erop te kunnen krijgen. Hey, ik heb er vertrouwen in, man. Ik doe letterlijk alles wat andere mensen ook hebben gedaan die het wel is gelukt om hem te spotten. En ik heb nog een klein beetje eigen creativiteit erbij gegooid, want ik ga gewoon de kerstman tekenen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga mijn best doen. Ik heb al lang niet meer getekend. Hey, vroeger tekende ik echt veel, man. Maar dit lijkt op een boze smurf, ouwe. Check dan. We gaan er een boze kerstman van maken. Ik hoop natuurlijk niet dat hij boos is bij mij zo meteen. Hij heeft een mooie baard. Hij heeft een nekje. Hij heeft armpjes. Kleine klauwtjes waarmee hij die cadeautjes allemaal aflevert. Zo, strikje erbij. Hij heeft een jurk aan, want de kerstman is dope. En dan hebben we hier Rudolf het rendier. Hey, dit ziet eruit als serieus de allerengste kerstman ever, bro. Dit is toch lijp. En hij is aan het snotteren, want het is koud buiten. Hier, het sneeuwt. Dit is sneeuw. Deze dingetjes. Het is geen vogelpoepjes. Sneeuw. Alright, bordje erbij. De Amerikaanse cupcakes. Leggen we er ook bij. Nou, eentje is genoeg, hè. Die man is misschien lijp op dieet, dus laten we er eentje doen. Ga ik die zo meteen proeven, want deze die komen dus uit Amerika. Ik heb er $5 voor betaald. En natuurlijk mogen we niet vergeten dat hij het wilt wegspoelen met wat heerlijke melk. Dus dat doen we in het glas. Oh, als we hem gaan checken. Oh ja, en ik ben het bijna vergeten. Maar ik moet schrijven wat ik graag als cadeautje wil hebben. Nou, ik weet het al. Ik wil graag de PS5. Ik wil de PlayStation 5. Oh my gosh, als hier zo meteen een PlayStation 5 ligt, word ik gek, hè. Oh ja, trouwens, als je nu abonneert, ik ga binnenkort een hele gekke giveaway doen. Heeft misschien hier wat mee te maken. Als je nu abonneert, maak je de kans op. Just saying. En deze die plak ik hier op de kerstbal. Duidelijker dan dat gaat het niet worden. Oké, dus die ga ik zo meteen even proeven. Maar nu ga ik de camera's installeren om ervoor te zorgen dat als de kerstman hier zo meteen is, dat we hem er wel goed op hebben. Kijk, ik heb dus heel bewust hier een Bluetooth box achter de leuning van de stoel neergezet. Die mooi op de kerstboom richt. Dus die zet ik hier zo neer. Oké, ja, dit is nice. Perfect. Oké, tweede cam. In het randje van de fitnessmat. Perfect. Oké, twee van de drie staat. De laatste. Ik zat zelf te denken, als we hem nou hier neerzetten. En dan zo schuin mogelijk. Oh ja, ik had trouwens nog één leeg papiertje. Omdat als de eerste tekening zou mislukken, heb ik nog één. Ik heb 5 seconden om iets te tekenen en die tekening geef ik weg aan iemand die heeft geliked. Let's go! Dit is een alien. Like! Alright, alles ligt klaar. Alleen jij moet echt even hier op. Sick! Deze ga ik even proeven. Ik heb op het internet ook serieus verhalen gelezen van een zogenaamde boze kerstman. De kerstman zou een lijst hebben met de namen van stoute mensen, stoute kinderen. En als die hem een cadeautje vragen, krijgen ze eigenlijk het tegenovergestelde. Nou, ik ben natuurlijk een hele lieve jongen. Ik zou nooit een vlieg kwaad doen. Ik hou er namelijk van vliegen. Dus dat is een voordeel. Oké, we hebben hier het cakeje uit Amerika. Zo, de knetterman, deze is zwaar. Ze zijn maar volgepompt met suiker. We gaan hem even proeven. For science, let's go. Oh, dit is zo'n cakeje waarbij de smaak eerst even je smaakpapillen moet kantelen. En dan pas besef je hoe lekker die is. Let's go, man. No time to waste. Ik ga naar boven. Ik ga douchen. Even mijn avondroutine. Dan ga ik pitten. En dan op het moment dat ik denk iets te vernemen. En anders de volgende ochtend, morgen dus, ga ik checken of mijn PlayStation 5 er ligt. Of dat het verhaal waar is van de boze kerstman die stoute kinderen straft. Zal vast niet waar zijn, man. Let's go. De kerstman is een aardige dude, man. Hij heeft een baard, toch? Mensen met baarden zijn altijd aardig. You know the drill. Ik heb geen baard, maar ik ben wel aardig, hoor. Ik ben benieuwd. Camera's staan allemaal aan. Hoeveel had ik er nou? Ik heb denk ik 3 camera's. Het ding is, ik heb net nog even op internet mijn research gedaan. Er zijn serieus mensen die beweren dat ze de kerstman bijna hebben gespot. Maar net te laat waren om hem daadwerkelijk echt te kunnen aanspreken. Kijk, het zou natuurlijk super dope zijn als ik hem überhaupt op camera kan krijgen, right? Dat is al next level. Maar ik ben echt tevreden als ik deze dude gewoon kan aanspreken. Ik besef hoe sick dat is, man. Wie kan zeggen dat hij even met de kerstman heeft bijgepraat, bro? Het is tijd om te gaan slapen. Dat doe je met je ogen dicht. Dus, nu nog niet. Als jij nou 1 cadeau van de kerstman zou kunnen krijgen, maakt niet uit wat, bro. Alles kan. Ook al is het een voldoende vormtoets waar je onvoldoende vindt. Alles mag. Je mag 1 cadeau kiezen. Wat zou je kiezen? En laten we wel wezen, kerst is leuk. Ik bedoel niet alleen kerst, maar gewoon überhaupt feestdagen zijn leuk. Cadeautjes zijn leuk. Maar aan het einde van de dag gaat het erom dat je bent met de mensen van wie je houdt. Dat je bent met de mensen die er voor jou zijn en voor wie jij er bent. Cadeautjes is een leuke bijkomst, een leuke additional. Maar het is zeker niet het belangrijkste. En ik zeg dit erbij omdat ik heb heel stoer PlayStation 5 op een papiertje geschreven. Maar aan het einde van de dag is het PlayStation 5 maar natuurlijk nooit zo belangrijk als mijn vrienden en mijn naasten. Maar ja, ik kan moeilijk erop zetten dat ik een extra vriendin wil. Kan dat?
Stel voor, ik zet op dat papiertje extra vriendin. Ik word wakker. Ik zie gewoon een meisje helemaal tegen die kerstboom aangebonden. Oh, ik moet... Oké, dit is echt mij, hè. Als je ooit bij mij zou logeren, dan weet je dat ik altijd grapjes bedenk wanneer het te laat is. Je hebt altijd die mat die ertussen zitten als je bij hem slaapt. Je weet, je gaat geen oog dicht doen. Hij gaat de hele avond tegen je praten. En wanneer jouw ogen bijna gesqueezed dicht zijn, dan gaat hij zeggen... Hé, hey, weet je nog die ene keer dat we... deze doet. Misschien moet ik dat op het papiertje zetten. Nieuwe vrienden. Grapje. Oké, ik ga gewoon slapen. Als ik morgen wakker word met een PlayStation 5, kus ik de vloer. Dat is een grapje. Dat is raar, hè? Oké, dat doe ik niet. Maar dan doe ik iets cools. Een salto kan ik niet. Breek ik mijn rug. Let's go. Waar is de uitknop? Ik kan letterlijk de uitknop niet vinden. Oké, het is momenteel... Oh, ik ben veel te donker. Flashlight. Ik heb heel snel verkleding aangedaan. Het is momenteel 7 uur 's ochtends en ik ben 8 keer gebeld door een vriend die onderweg zou zijn naar Antwerpen. Hij schijnt iets te zijn tegengekomen op de weg. En hij vindt het opvallend, omdat het exact gebeurt nu ik mijn video heb opgenomen. Of er nog mee bezig ben, waarin ik de kerstman probeer op te roepen. Oké, wacht. Ik ga nu checken wat het is. Ik heb hem heel kort aan de lijn gehad. En... Oh, hij belt me weer. Oké, jullie kunnen... Ik kan hem even niet goed zien. Ik ga het nu checken. En waar heb je het gestuurd? WhatsApp? Oké. Ja. Rustig. Ik ga het nu checken. Ja, ik heb de camera aan. Hoezo? Oké. Nee, easy. Is goed. Oké. Tot zo, ja. Half uurtje. Is goed. Ik ga nu de video checken. Oké. Schijnbaar heeft hij mij een filmpje gestuurd van iets wat hij net in de auto tegenkwam. Wat te maken zou kunnen hebben met het feit dat ik nu deze video opneem. Ik mag het alleen afspelen met de camera erbij, zegt hij. Geen idee waarom, maar de camera die staat aan, dus dat is nice. Oké, weet je, ik ga even hier zitten. Ik plak het hier zo. Ik vind het namelijk altijd zo onhandig om zo te doen. Dit is het filmpje wat hij heeft gestuurd. 3, 2, 1. Hey Job, ik ben onderweg naar Antwerpen en check wat ik hier tegenkom. Okay, gosh, wat is dat? Is het Rudolf? Dat lijkt wel Rudolf. Oké, wacht even. Het kan ook gewoon een rendier zijn, toch? Of niet? Wat doet hij daar op de weg? Dit is letterlijk op de weg naar Antwerpen. Dat is een rendier. Dat is een rendier op de weg naar Antwerpen. Zou dat kunnen betekenen dat de kerstman echt is langs... Ik heb de kerstboom nog niet gecheckt. Oké, dit is echt bizar. Misschien omdat ik de kerstman heb opgeroepen... dat dit rendier tijdens een pauze of zo van de kerstman... even op de weg aan het chillen was. Maar dat zou betekenen... dat er iemand bij mijn kerstboom is geweest. Hey! Oh my gosh. Wat is dit? Dit is letterlijk... Wacht eens even. Dit is een Belgische supermarkt. Rudolf op de weg onderweg naar Antwerpen. Ik heb iets gekregen van de kerstman. Het is rijstepap. Dat is op zich best wel lekker. Maar meer van, het komt letterlijk uit België. Weliswaar uit Antwerpen. Hij heeft de tekening niet meegenomen. Oh, deze rakker. Hij heeft het cakeje gegeten. Er is nog een stukje over. Spam in de comments. Ik wil hem, als je hem wilt. Oh my gosh, oké, momentje. Maar heb ik hierbij de volledige garantie dat de kerstman daadwerkelijk is langs geweest? En misschien heeft Bob gewoon rijstepap neergelegd. De camera's. Natuurlijk, dat is mijn manier om erachter te komen. Hij is op standby gegaan. Oké, let's go. Ik heb het natuurlijk in deze video al laten checken. Oké, even doorspoelen. 12:30 s'nachts, niks. Dit is om 2:00 s'nachts, ook niks. 3:00 s'nachts, Bob in zijn onderbroek. Niet interessant. 4:00 ook niet. Half zes. Half zes. Oh my gosh. Oh, hij heeft letterlijk dit uit zijn zak hier gewoon neergelegd. Hij drinkt de melk. Oké, het is duidelijk. De kerstman is langs geweest, bro, you're kidding me! Maar alsnog, waarom heb ik rijstepap gekregen? Ik vroeg om een PlayStation 5! Oké, op zich, ik snap dat ik geen PlayStation 5 krijg. Alleen dat er dus gewoon een rendier losloopt in de buurt van Antwerpen, terwijl ik literally gewoon rijstepap heb gekregen. Van de kerstboom. Van de kerstboom? Van de kerstman, bij mijn kerstboom. Laat me even die vriend zeggen dat ik daadwerkelijk een glimp. Dit was in ieder geval super interessant, ik moet dit sowieso... Ik word gebeld. Ik word gebeld door anoniem. Oké, misschien is dat die vriend die anoniem was. Waarom zou die anoniem bellen? Gaat checken. Hallo? Wie is dit? Kerstman, waarom loop je rendier in de buurt van Antwerpen? Jij staat helaas op de stoute lijst. Wacht. Maar je kan het goed maken. Help mij het loren cadeau te vinden. Wacht, opgehangen. Het
verloren cadeautje terugzoeken? Oh my gosh. Wat als hij gewoon cadeautjes verloren is? Ik bedoel, die kerstman die gaat misschien wel naar 100.000 de huizen per avond. Of 101.000. Oké, weet je wat? Het klinkt als een missie, man. Het klinkt als een lijpe missie. Ik wil dit klaren. Ik wil hier aan meehelpen, man. Tenminste, ik weet het niet. Moet ik dit doen? Oké, wacht. Als ik dit wil doen, dan moet ik een plan hebben, right? Het juiste plan zou zijn om het rendier te gebruiken. Als het rendier ergens in de buurt van Antwerpen loopt, dan is die hier misschien nu nog. Oké, dus als ik dan nu dat rendier zou vinden, heb ik in ieder geval iets waarmee ik extra snelheid kan opbouwen. Heb ik iets waarmee ik nader tot de kerstman kom en misschien ook wel tot het verloren cadeau. En als ik die terugvind, krijg ik een PlayStation 5 Pro. Let's do this. Oké, alleen bij genoeg likes. Bij echt heel veel likes. Ik weet niet of ik dit wil doen, man. Ik weet niet of ik me wil bemoeien met de kerstman en zijn zaken, man. Dat is eigenlijk niet echt mijn ding. Maar aan de andere kant, klinkt als een once in a lifetime voorstel, man. Oké, weet je wat? Bij genoeg likes ga ik dit serieus in overweging nemen. Spam in de comments ja of nee. Literally. Oké, ik ga deze vriend even bellen. Oh, hij belt zelf al. Adios. Hé, luister, je gaat het niet geloven, hè? Ja. Wacht, hoe bedoel je?